Hey Arnold, dus je bent op zoek naar een baan als programmeur? En je hebt alleen een tweedaagse programmeercursus gevolgd? Online? Kom op. Maar in Roblox kun je over het algemeen spellen maken zonder dat je weet hoe je moet programmeren. Het is waar dat maar heel weinig mensen geld kunnen verdienen met hun spel. Het idee voor het platform ontstond al in 1989 om een simulator te maken voor het bestuderen van natuurkunde. De beta-versie van Roblox werd geïntroduceerd in 2004, wat betekent dat Roblox ouder is dan de gemiddelde speler. In 2016 had Roblox slechts 10.000 accounts. In 2019 een miljard! Kun jij je voorstellen hoeveel geld je kunt verdienen? Maar het op de goedkope manier doen zal niet werken. Er is een initiële investering nodig. De eerste investering in Roblox was $560.000. Boterkaas en eieren? Arnold, denk je echt dat iemand hierin trapt? Wauw, je hebt ze overtuigd om je geld te geven? Een zeer overhaastige beslissing van hun kant. Het lijkt erop dat iemand al zijn geld gaat uitgeven voordat het spel uit is gebracht. Een echt geweldig spel kan door een paar mensen in een garage worden gemaakt. Het is niet zo dat iedereen een nieuwe Google moet maken. Vier het nog maar niet. Dus, Arnold, het is tijd om die leningen terug te betalen. Met rente. Je dacht misschien dat 1% rente niet veel was. Maar dat is per dag. Dat is 365% per jaar. En rekening houden met samengestelde rente ben je ze nu meerdere keren meer verschuldigd dan je hebt geleend. Alleen al in Amerika worden elk jaar honderdduizenden faillissementen geregistreerd. 70% van de start-ups mislukt in het eerste jaar. En nog eens 25% in de jaren daarna. Je hebt hier echt niet genoeg geld voor, Arnold. Je zult de komende 10.000 jaar moeten werken. Maar nu heb je niets te eten. En nergens om te wonen. Ik heb een idee. Je kunt naar Bertha vliegen in extra super duper economy class. En in plaats van de gebruikelijke tablet en kussen heb je voedsel, water en een potje nodig. Maak je geen zorgen, Arnold. Je bent niet de eerste die op deze manier reist. Reginald Reg Spears kwam zonder geld in slechts 3 dagen helemaal in een ander werelddeel. Tegenwoordig zijn pakhuizen net steden met hun eigen wetten en regels. De kans dat je een pakje verliest wordt tot een minimum beperkt. Robots werken op de transportbanden door speciale streepjescodes te lezen. Dit vermindert de kans op menselijke fouten. In 2019 vestigde China een wereldrecordbezorging met 345 miljoen pakketten die slechts in 1 dag bezorgd werden. Het ergste wat een pakje kan overkomen is dat het in een haven bij de douane vastgehouden wordt. Ik ben het ermee eens dat dit voor de persoon binnen niet te vergelijken is met een verblijf in de Ritz. Jezelf in een afgesloten ruimte onder de gloeiend hete zon vinden is een moeilijke opgave. Arnold, hou vol, kleine vriend. Het duurt nog maar even. Om precies te zijn, 23 dagen, 17 uur en 45 minuten. En een mens is niet het meest verbazingwekkende dat ooit in een pakket afgeleverd werd. Een hele bank werd op deze manier vervoerd. Hij werd ontmanteld en naar een andere stad gestuurd. Welkom in Australië, Arnold. Een van de voordelen van pakketreizen is dat ze per koerier tot op de eindbestemming bezorgd worden. Bertha kan elk moment hier zijn. Wauw, wat een babe. Arnold, ben je er klaar voor? Succes, Arnold. Ze zal je zeker niet vergeten. En weer kwam hij in de problemen. Arnold, wees niet zo'n idioot. Je hebt een miljardairspresident recht voor je. Je kunt hem alles vragen. En trouwens, wat heb je gevraagd? Het is jammer dat Trump deze keer degene is die met jou spot en niet ik. Want nu ga je hem voor een hele dag vervangen. Waarom zou het een aanfluiting worden? Kijk maar wat hij eet. Chips, hamburgers, rivieren van cola. Je zult zo het einde van de dag niet halen. Na het eten van ei McMuffin en cola voor het ontbijt ga je een vergadering hebben met de veiligheidsdiensten. Teken wat documenten en... Oh hell, screw this. Laten we wat plezier maken in de stad. Je wacht nu op de presidentiële autokolonne. Dit zijn 12 identieke kogelvrije auto's die de explosie kunnen weerstaan van een bom. Je hebt de mogelijkheid om contact op te nemen van een van de leiders van de wereld. Het is lunchtijd en een grote pizza wacht op je. In ketchup en een chocolademilkshake gesmoord. Dit is een beetje saai. Misschien moeten we de noodtoestand afkondigen.
Of we zouden Kim Jong-un kunnen dollen. Misschien moeten we een wet goedkeuren zoals... Elke Amerikaanse burger moet worden geabonneerd op Maak Kennis met Arnold. Home sweet home. Voor het diner hebben we kippenpoten van KFC. En natuurlijk nog meer cola. Iets zegt me dat Trump op deze manier alleen maar voor het imago eet. Maar in werkelijkheid... Oh, dus daarom neemt hij een jaar salaris van slechts $1. Je vroeg om zijn salaris als beloning? Je bent zo'n idioot. Dus, je hebt je dollar, maar je moet belasting betalen voor de $400.000. Wat het originele salaris van Trump is, hoewel hij dat weggeeft aan de federale agentschappen. Dus, Arnold, welke nier ga je verkopen? Wauw, Arnold, gefeliciteerd! Je bent gestorven en naar de hemel gegaan. Arnold, ga in de rij staan en wacht tot Petrus je binnenlaat. Oeh, hoe cool is dit? Hey, wauw, kijk! Is dat John Lennon? Nee, wacht, het is gewoon Jezus. Hier is zelfs een muur van schilderijen van God, gemaakt door historische kunstenaars. In de oudheid geloofden de mensen dat God angstaanjagend en bloeddorstig was. Zo offerden Azteken voortdurend mensen aan hun god Huitzilopochtli om het te laten regenen. De oude Griekse goden verpersoonlijkten menselijke eigenschappen of natuurverschijnselen. Helaas, Arnie, krijg jij in het christelijk paradijs, in tegenstelling tot het islamitische, geen 72 maagden. Maar hey, kijk daar! Het is John Lennon! Of is dat Jezus weer? En hier is hij. Hij heeft vele namen. De Schepper, Jehovah, Adonai, Yahweh, God. Oh, hij slaapt. Je moet waarschijnlijk niet met zijn spullen rommelen, Arnie. Arnold, wat denk je wel niet? Je mag daar niet naar binnen. Dit is het controlecentrum voor de hele wereld. Raak niets aan, Arnold. Oh, dit is niet goed. In de afgelopen eeuwen is het religieuze geloof in de wereld gedaald. En God, als populairste wezen ter wereld, heeft veel haters. Waag het niet voor God te spelen, Arnold. De mens is eenvoudigweg te hebberig voor deze rol. Er zijn nog veel meer voorbeelden uit de geschiedenis en die liepen allemaal behoorlijk slecht af. Arnold, stop! Dit is geen grap, vriend. Geweldig, nu is alles een puinhoop. Fanatiek geloof heeft altijd tot oorlogen geleid. En nu is er een nucleaire kruistocht begonnen. Arnold, stop voordat het te laat is. Luister je wel naar me? Phew, net op tijd. Hey, God, neem dit niet verkeerd op. Maar godzijdank ben je hier. Arnold, het lijkt erop dat je klaar bent. Wat ben je in vredesnaam van plan? Nou, Arnold, dat past zeker bij jou. Dat is pas een kwantumsprong. Blijkbaar hangt het resultaat van een heel belangrijke wedstrijd van jou af. En jij bent nu voetbalster Ronaldo. Nee, het is een veel voorkomende vergissing. Dit is Ronaldo, een Braziliaanse speler. En jij bent de houder van 5 gouden ballen. Cristiano Ronaldo, de Portugese speler. Het is tijd om te schieten. Nou, wat had ik verwacht met jouw fysieke vorm? Nu moet je waarschijnlijk vluchten voor alle woedende fans. Gelukkig kun jij je voor miljoenen boze fans verbergen in je enorme huis. Arnaldo, je bent in het huis van de bediende, domoor. Je prachtige herenhuis ligt verderop. Zo'n enorm huis moet wel bedienden hebben. Daarnaast is er een fitnessruimte, een zwembad, een biljartkamer, een spa en 2 geheime ingangen die garanderen dat geen journalist je ooit zal zien. Arnaldo, waar ben je? Oh, ik weet het. Kun je je voorstellen dat Ronaldo slechts 7% lichaamsvet heeft? Hoewel hij 35 jaar oud is, heeft hij volgens zijn biologische metingen de gezondheid en het lichaam van een 23-jarige. Cristiano verbruikt ongeveer 3000 calorieën per dag.
die hij opdeelt in 6 kleinere maaltijden. Ik weet dat jij dit ook doet, maar je beweegt niet. Helemaal niet. Dacht je echt dat alles zo makkelijk zou gaan? Cristiano heeft de populairste Instagram op aarde. Met bijna 250 miljoen abonnees. Dat is ongeveer 34% van de bevolking van Europa. Of 76% van die van de VS. En omdat ze je in de echte wereld niet kunnen bereiken, zullen ze je via het internet krijgen. Heb je dit ook op een of andere manier weten te verpesten? Het lijkt erop dat het tijd is om je eigen huis te ontvluchten, sukkel. Ja, dit is jouw garage. McLaren Senna, Rolls-Royce Phantom, Bugatti Chiron en Veyron en een Ferrari 599 ter waarde van 7 miljoen dollar. Glijdt alleen niet uit over je speeksel. Of ik denk dat het je kan helpen aan boord te varen van je luxe jacht van 6 miljoen dollar van 27 meter. Nou, het lijkt erop dat je weer een manier hebt gevonden om de kogel te ontwijken. Arnold, kijk uit! De situatie ziet er niet goed uit, Arnold. Waarom ben je verrast? Je opende een dimensionale portal en het universum gooide je in het GTA-spel. Welkom in Los Santos. Ben je er klaar voor om de rijkste en machtigste man van de stad te worden? Stap in de auto en laten we gaan. Hier is Michael, een van de 3 hoofdpersonen van het spel. Wat dacht je van je eerste missie? Laat ons je schietkussen zien, Arnie. Dus meer ter zake. Het is geen geheim dat Los Santos een zeer criminele en gevaarlijke stad is. Om te beginnen stel ik voor dat we je imago veranderen. Anders zie je eruit als een Minecraft-fan. Een paar brute tatoeages zouden zeker geen kwaad kunnen. Nu ben je een echte gangster, klaar om een bank te beroven. Het plan is als volgt. Je gaat stilletjes het gebouw binnen. Schiet het gepantserde glas eruit, blaas de kluisdeur op en neem al het goud mee. Blaas nu deze taco-kraam op. Om sneller te lopen moet je in GTA niet rennen, maar springen. Wist je dat het werkelijke gewicht van de wapens en het goud dat je nu hebt meer dan een halve ton is? Maar in GTA maakt dat niet uit. Ze staan vlak achter je. Je moet je verstoppen. En dit is heel eenvoudig. Je hoeft je alleen maar op een rustige plek te verstoppen. En na een tijdje zullen ze je vergeten. Wauw, kijk, dat heb je goed gedaan, Arnold. Nu kun je je geld veilig uitgeven aan feestjes, dure pakken. Koop al het onroerend goed in de stad op. En wakker worden met het mooiste uitzicht vanuit je raam. Maar dit gaat snel vervelen. Ben je het vergeten? Je bent nu een echte gangster, Arnie. Oh yeah, extreme auto-achtervolging. Cool. Ren, Arnold, of je wordt neergeschoten. Een vliegtuig? Druk op like als je weet hoe je moet vliegen in GTA. Je geluk lijkt op, Arnold. Op de een of andere manier ben je in een gemodificeerde GTA terechtgekomen met een gigantische megalodon. Oké, je hebt verloren, Arnold. Missie mislukt. Wacht, Arnold, je hebt het overleefd. Wat is dit? Nieuwe GTA? Je vervangt Kim Jong-un voor 1 dag. Kun je je voorstellen een land te reageren met een bevolking van 25 miljoen mensen? Alleen jou gehoorzamen, aanbieden en verheerlijken. Om eerlijk te zijn, hebben ze geen keuze in deze kwestie. Veel dingen die de meeste mensen hier als normaal beschouwen, zijn daar alleen voor jou toegestaan. Bijvoorbeeld het dragen van kleren van de beste Europese ontwerpers of het eten van Nutella. Terwijl jij bezig bent met belangrijke staatszaken, wordt je enorme huis bewaakt door een peloton gewapende soldaten. Een elektrisch hek en een mijnenveld. Zelfs een kernbomexplosie zal worden afgeweerd door de muren, die bedekt zijn met loden staven. Maak je klaar, want we gaan op reis. Kim zei dat hij dit geen tweede keer zou overleven. En het ziet er allemaal nogal verdacht uit. Dus jij gaat in plaats daarvan. Je persoonlijke gepantserde trein begint zijn reis direct vanuit dit huis. De snelheid komt niet boven de 60 km per uur door het enorme gewicht van de wagons. Die omhuld zijn met gepantserde platen. Alleen voor vandaag is dit alles in jouw bezit. De oogst van dit jaar was nogal mislukt, zoals je ziet. En 10 miljoen mensen zullen misschien omkomen van de honger. Maar er zullen er zeker nog 15 miljoen overblijven. Jongens, jullie kunnen
kunnen daar beter 20 minuten niet naar binnen gaan. Oké, als dat voor de veiligheid van de staat is. Alleen de president kan het mobiele toilet gebruiken. Alle urine- en ontlastingmonsters worden verzameld om je gezondheid te controleren. En ervoor te zorgen dat geen spion in godsnaam je ziektes te weten komt. De beste kamer in de hele stad is alleen voor jou gehuurd. En na je vertrek zal niemand denken dat de president hier verbleef. De veiligheidsdienst laat geen enkele vingerafdruk of haar van de glorieuze heerser achter. Iedereen wacht al op je. Zeg niets, glimlach gewoon en zwaai met je hand. Ik wist gewoon dat de president van de VS geen uitnodiging voor een ontmoeting via WhatsApp zou sturen. Het werkte. Zeg hallo tegen iedereen van mij. Hey, waar ga je naartoe? Oké. Wacht. Alsjeblieft, heb je op zijn minst de uitzending stopgezet? Het is voorbij. Wacht even. De mensen lijken het leuk te vinden. Kijk hier eens naar, Arnold. We hebben de perfecte inhoud gevonden die miljoenen gebruikers willen bekijken. Je hebt meer abonnees dan M&M, PewDiePie en T-Series. Dit is ongelofelijk. Je stem wordt gehoord op alle schermen over de hele wereld. En dat betekent, we zijn rijk. Woehoe! Alle coolste merken hebben je overspoeld met een golf van reclameaanbiedingen. Beroemdheden staan in de rij om samen met jou te filmen. Maar wie geeft er om deze beroemdheden? Lolita zelf begon je te volgen op Instagram. Nou, natuurlijk gebeurt dit pas sinds een paar uur, omdat je soloalbum net werd uitgebracht op iTunes. En die zelfs al Ed Sheeran en Billie Eilish overtrof. Arnold, dit is misschien wel het belangrijkste moment van je leven. Het wordt aan jou toevertrouwd om het nieuwjaarslied op kerstavond uit te voeren. Het lijkt erop dat je je stembanden hebt gescheurd. Kijk, dit zijn de acteurs van het T-Series kanaal. Ik hou van dit indianenmotief. Jimmy, 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 acha, 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 acha. Wat is hier aan de hand? Arnold is een ster. Heb je zijn kanaal gezien? Hoe is dit mogelijk? Het is de schuld van T-Series. Arnold, ik begrijp het niet. Ben je niet gewend geraakt aan het feit dat het leven oneerlijk is? Dat er maar weinig mensen zijn? Of liever gezegd, niemand die je echt nodig heeft? Alhoewel, het verliezen van meer dan 100 miljoen abonnees op één dag zelfs voor mijn normen erg vreed is. Hou je van cosplay festivals? Oh, ik zie het al. Tagai Bertha is hier. Helaas is ze alleen geïnteresseerd in Minecraft. Arnie, je moet heel Minecraft pakken en het aan Tagai's voeten leggen. Maar dit gaat even duren. Er zijn ongeveer 920 kwadriljoen blokken in de hele wereld van Minecraft in alle dimensies. Eén streamer heeft het helemaal gemaakt door 32 miljoen blokken te delven in slechts 2500 uur. Arnie, je kunt het, maar u zult je tijd moeten opofferen. En je gezondheid. Elk uur langdurig zitten verkort je leven met 22 minuten. En wie 11 uur zit, leeft 40% minder. En dan heb je nog diabetes, obesitas, hartaandoeningen en een vroege dood. Oh, Arnie, heb je eigen kasteel al gebouwd? Van zand? Dit gaat niet werken. Je hebt een Minecraft Takeover team nodig. Het beste team. Klaar! Nu is het veel makkelijker om te spelen. Of misschien toch niet. Tijdens een spel knipperen je ogen maar 4 keer per minuut. Hierdoor droogt de beschermde laag van de ogen snel uit. En als je daar de actie van kachels aan toevoegt, dan voel jij, Arnie, een helse pijn. Maar voor jou is dit niets. Want binnenkort zal je machtige leger de wereld van Minecraft overnemen. Je hoeft alleen nog maar op de knop te drukken en het bevel te geven. Maar waar zijn je vingers? Je hebt te lang gespeeld. Je hersenen kunnen geen onderscheid meer maken tussen realiteit en gameplay. Arnie, je hebt echt rust nodig. Je begint al op een enger te lijken. Wat ben je aan het doen? Je kunt beter naar buiten gaan voor wat frisse lucht. Nou, dat is niet hetzelfde. En hier is Bertha. Terwijl jij Minecraft overnam, veranderde zij van hobby. Ze is nu een Harry Potter fan. Wil je Zwijnstein proberen over te nemen? Konnichiwa, Arnie-san.
De wereld van cosplay heeft haar eigen sterren. Dit meisje is Inako. Ze heeft 1,5 miljoen volgers op haar Instagram. En ze verdient $32 per uur. Dat is $278.000 per jaar. Wacht, waar is ze gebleven? Daar, Arnold, laat haar niet ontsnappen. Wauw, dit is Seiko Sidori, voormalig kapitein van het Hemelkorps. Als kind werd hij opgenomen in het Hemelkorps, waar hij zijn land verdedigde tegen Shinigami, vampieren, piraten en Girls and Panzer. Toen al zijn vrienden zich van hem afkeerden, bleef hij alleen achter met een duisternis diep van binnen. Arnold, je bevindt je nu in het populairste anime-genre, shonen. Shonen is een verhaal over een held die onderaan begint, zich dan een weg naar de top baant en tenslotte zijn belangrijkste tegenstander verslaat. Je moet hard trainen om sterker te worden en zijn filosofie te begrijpen. Voorwaarts is de enige weg. Maak kennis met de anime-middelbare schoolcultuur. Een belangrijke periode in het leven van elke anime-tiener. Oh ja, dat vergat ik je nog te vertellen. In anime is elk meisje perfect. Voor sommige mannen overschat dit de eis die ze aan hun significante ander stellen. En vaak genoeg wordt deze rivaliteit gewonnen door de waifu, de getekende echtgenote. Arnold, het lijkt wel of je geboren bent om in een anime te figureren. Een utopie als deze kan alleen voorkomen worden door Gundams uit de mecha en kaiju genres. Om een anime te maken moet je eerst een manga tekenen. Manga is zo'n beetje als een stripboek, alleen lees je het achterstevoren. In Japan gebruiken ze meer papier om manga te drukken dan voor toiletpapier. Anime is van een goedkope animatie uitgegroeid tot een hele bloeiende industrie. Trouwens, die twee meisjes zijn je stiefzussen. Maak je geen zorgen, dat mag in het edgy genre. Daar is hij dan. En jij bent voorbereid op dit gevecht. Laat je Bankai los en verspil je Furioko niet. Hachime, maak gebruik van de kracht van de Founding Titan. Beheers je Raiatsu. Seiko Shidori is zwak. Alleen duisternis staat hem nog ter beschikking. En jij hebt het licht dat je door vriendschap gegeven is. Onthoud waar dit allemaal voor is. En laat niemand knock you off your feet! Arnold, ben je eigenlijk al begonnen met een gezonde levensstijl? Kleed je aan, Arnie, want met een lichaam als het jouwe kunnen we ons hele vrouwelijke publiek verliezen. Zoek je overeenkomsten tussen jou en Schwarzenegger? Je hebt er in ieder geval één. En dat zijn jullie namen. Je zult moeten beginnen met trainen als je een lichaam als het zijne wilt hebben. En ook je gebruikelijke dieet opgeven. Of heb je misschien nog andere opties? Arnold, meen je dat nou echt? Steroïden? Ten eerste is dat illegaal. En ten tweede, en ik herhaal dit, het is illegaal. Spieren die uit eiwitverbindingen bestaan, worden opgebouwd door microscheurtjes. Die binnen een paar dagen hersteld zijn en de spier sterker en groter maken. Steroïden zijn stoffen die eenmaal in het lichaam omgezet worden in hormonen die het herstelproces verdubbelen. En tegelijk het spiervolume drastisch vergroten. Na inname van zoveel testosteron beginnen onomkeerbare processen in het lichaam. Je ziet een toename van acne, een afname van de grootte van de testikels en ongerechtvaardige agressie. Hoewel, ik weet wat de oorzaak was en waarom. Geen zorgen, Arnold. Je zult in ieder geval iets anders groots hebben. Het lijkt erop dat deze wannabe-behandeling alleen gemaakt is voor luie mensen zoals jij. In feite betekent het gebruik van steroïden dat je niet eens hoeft te sporten om aan te komen. Natuurlijk zal het gebruik van zoveel testosteron je libido verhogen. Je zult vrijwel onmiddellijk meer lichamelijke aandacht willen. Hey Arnold, kom op. Dat is gewoon te veel. Dus je besloot je foto's te uploaden naar een dating-app? Gefeliciteerd, je hebt een match. Aan haar foto's te zien hebben jullie veel gemeen. Hoe ga jij verrassen op je eerste afspraakje? Geweldig, Arnold. Jullie twee zijn beslist voor elkaar gemaakt. Goedemorgen, Arnold. Ik zie dat je niet alleen wakker bent geworden. Wat? Ben je bang, Arnold? Ik vergat je te vertellen, testosteron beïnvloedt vrouwen op zijn eigen speciale manier. Ze krijgen gezichtshaar zoals mannen.
En hun stem wordt dieper en ruwer. Maar haast je niet zo naar buiten. Het is gevaarlijk. Want je hart is niet meer zo goed als vroeger. Nu kun je gemakkelijk een hartaanval krijgen. Hij is op dit moment in een diepe, zoete slaap. En het spijt me hem te moeten wekken. Nee, toch niet. Grapje zoals gewoonlijk. Arnie, word wakker. Ik kom met je luie reet uit bed. Ik heb je koffer al ingepakt. Hier is je vliegticket. Kom op, schiet op. Laten we gaan. Je gaat een lekker weekendje naar de spa. Je neemt baden vol originele Coca-Cola, gemaakt volgens John Pemberton's recept. Van lang geleden uit 1886. Dit apothekersmengsel van coca-extract absorbeert vrij goed in het bloed. En kan in bepaalde doses een euforische werking hebben. En in bepaalde doses kan het je doden. Als je in dit drankje baadt, neemt je huid een grote hoeveelheid benzylimethylecogine op. Arnold voelt zich behoorlijk blij en opgewekt. Momenteel bedraagt de hoeveelheid van dit bestanddeel in je bloed niet meer dan 50 milligram. De dosis van 500 milligram is al giftig. En de 1,2 milligram zal dodelijk zijn. Hoewel de euforie 30 minuten aanhoudt, zul je, Arnie, steeds weer dit gevoel terug willen krijgen. Nee, serieus, kerel, dat is genoeg voor je. Zonder een nieuwe dosis van deze spa-behandeling zou Arnold agressief en prikkelbaar worden. Deze stof vermindert de hoeveelheid dopamine in de hersenen. En zonder dat voelt Arnold zich ongelukkig. Nu wordt al zijn energie besteed aan het vinden van meer Coca-Cola. Arnie, ik vond je beter zoals je eerst was. Eenmaal in het bloed verhoogt het coca-extract de lichaamstemperatuur. Vernauwt het je bloedvaten en verhoogt het de bloeddruk. Een half jaar van zulke dagelijkse cola-baden, Arnie, en je zult van binnenuit opbranden. Nou ja, je hebt zoet maar heel kort geleefd. Dit is toch iets om over na te denken, nietwaar? Hey, sukkel, ik hoop niet dat je op zoek bent naar Mentos. Dus volgens de voorwaarden van de challenge moet je water vervangen door cola? En waarom kijk je zo zelfvoldaan? Kijk uit, Arnie! Komt-ie! Een blikje cola bevat 10 lepels suiker. Dit is je totale aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. In één keer. Met in één keer zoveel suiker zou het lichaam moeten reageren met overgeven. Maar ortofosforzuur absorbeert veel van de smaak en alles blijft veilig binnen. Je hersenen zijn makkelijk te misleiden, maar je lichaam is veel moeilijker voor de gek te houden. Om deze gruweldaad te omzeilen, zet de lever alle suiker om in vet. Arnold's levensduur wordt met 2,5 jaar verkort voor elke 10 kilo suiker dat hij te zwaar is. Dus als je 100 kilo te zwaar bent, verlies je 25 jaar van je leven. Aan de andere kant heb je na een paar jaar door alle neveneffecten van diabetes, hoge bloeddruk en een hoog cholesterolgehalte een vrij goede kans om jong en mooi te sterven. Suiker onttrekt ook calcium aan botten en tanden. En het effect wordt versterkt door ortofosforzuur. Nu kunnen je botten al breken bij de geringste schok. De kers op de taart is long- of leverkanker. Veroorzaakt door conserveringsmiddelen die van gewoon koolzuurhoudend water de nectar van de goden maken. Die goed samengaan met hamburgers en frietjes. En by the way, kies een stoel in de buurt van het toilet. De cafeïne in cola heeft een diuretisch effect. Arnie, schiet op. De mensen wachten. Vraag niet hoe hij terecht kwam in een Tesla. En vraag niet waarom hij vastgebonden aan een Falcon 9 raket zit. Alsjeblieft, vraag het niet. Goed, ben je klaar, Arnie? Begin met aftellen. Om de aarde te verlaten moet de raket een ontsnappingssnelheid bereiken van 4000 km per uur. Of 11,2 km per seconde. Je lichaam zal bizar zwaar aanvoelen. Het zal je bloedcirculatie in de hersenvatten verergeren. Dan zal je zicht wazig worden en misschien volledig verloren gaan. Hou vol, Arnold. Als je het bewustzijn verliest, zal je niet in staat zijn om je ruimtepak aan te trekken. En zonder je ruimtepak en op 19 kilometer hoogte zullen de weefsels in je zwakke lichaam opzwellen. En alle vloeistoffen zoals snot en tranen zullen gaan koken. Als ik jou was, zou ik maar opschieten. Oh ja, ik vergat je te waarschuwen dat het ruimtepak voor ruimtewandelingen ongeveer 130 kilo weegt. In omstandigheden zoals deze zal de zwaartekracht van de aarde gewoon je zwakke kleine kippenlichaam verpletteren. Dus je moet het aantrekken als je al in de ruimte bent. Take it easy, Arnie. Als je te snel beweegt, is er een kans dat je van binnenuit verbrandt. Net als in de ruimte valt soms het warmtereguleringsmechanisme van het lichaam. Wat verdampt in de ruimte en dat verhindert afkoeling van het lichaam. Daarom kan tijdens intense activiteit je temperatuur zo'n 40 graden Celsius stijgen. Oh, de hel, Arnold. Je bent flauwgevallen. Oh, heeft de eendje opgevrolijkt? Nou, ik heb slecht nieuws voor je. Door de botsing is de navigatieapparatuur beschadigd en zijn de raketten uit koers. Het commandocentrum probeert je terug in de baan van Mars te krijgen. Maar helaas is een deel van de Falcon 9 beschadigd en waarschijnlijk gaan jullie over 5 uur crashen op de maan.
Wat de hel, Arnold? Heb je net in je broek geplast? In de vroegste stadia van NASA 1 probeerde men een systeem te maken om afval te verwijderen. Maar uiteindelijk gebruiken moderne astronauten gewoon goede oude luiers. Die jij zeker niet hebt. Of niet, Arnold? Nou, ik hoop dat je vandaag geen ontbijt hebt gegeten, want recht voor je is er een kleine wolk van ruimteafval. En net daarachter een mini-meteoroïde. Het is tijd om afscheid te nemen. Ik zal je missen, Arnold.